Goedemorgen allemaal, gezellig dat jullie er weer zijn. We gaan rekenen vandaag. Kijk maar goed mee. We gaan doen blok 2, week 2, les 1. Deze bladzijden. Gaan we eerst eens kijken naar som 1. Ja, dat is die. Splitsen. Ja. Nou, bij splitsen is het altijd zo, wat er boven staat, het moet het samen zijn. Het moet samen 7 zijn. En de cijfers zijn al ingevuld, dus je hoeft er alleen nog maar de cijfer bij te doen, als het maar samen 7 is. Dus wat moet er bij de 3? Om 7 te maken, dat is 4. Schrijf je hier de 4. Dan krijgen we een rijtje met 8. Wat moet er bij de 4 om samen 8 te maken? Dat is de 4, maar dat kunnen jullie wel. Filmpje? Ja, gaan we filmpje. Even kijken. Vergroten? Ja, vergroot. En dan kan je daar aanklikken. Ja. Verdwijngeval. De trommel en 5 kinderen pakken een boekje. Hoeveel boekjes blijven er over? Welke som kun je daarbij bedenken? En hoe zit het bij 5 boekjes en 4 kinderen? Hoeveel boekjes blijven er dan over? Welke som hoort daarbij? En welke som zie je nu? Kun je zelf nog meer sommen bedenken waarbij helemaal niets of bijna niets overblijft? Bedenk ook eens een toneelstukje bij een som. Dat was een leuk filmpje, dat klonk in ieder geval heel erg gezellig. 5 kinderen zaten er, 5 kinderen gingen er weg, dus dan blijft er nul over. Dan verdwijnt alles. Gaan we even kijken naar de sommen? Soms is deze. Dacht ik. Ja, reken uit. Nou, daar staan verdwijnsommen tussen, maar ook bijna verdwijnsommen. We gaan eens kijken. 2 eraf 2. Ja, dat is een verdwijnsom, want er blijft niks over. Er zijn 2 koekjes, er worden er 2 opgegeten. Blijft er niks meer over, dit is 0. Bijna verdwijnsom is 2 eraf 1. Bijna verdwijnt hij, maar nog niet helemaal, dus er blijft er eentje over. Kijken we even naar de andere kant, 10 eraf 10, alles gaat op, dus 0. 10 eraf 9, bijna alles gaat op, bijna verdwijnsom, dat is 1. Maak de sommen maar. Gaan we eens kijken of we alles nu gehad hebben. Even kijken, nee, dat gaat helemaal niet goed. We hebben alles gehad. Alles gehad? Ja. Dan was dit het. Succes!